rechts en sla linksaf. Hartelijk welkom bij deze nieuwe vlog van Hiemen Dreams met Iep en Judith. We zijn op de fiets gestapt en fietsen nu door Benidorm naar Alfa Zepi en zo door naar Altea, waar we de markt willen gaan bezoeken. Nou, het lijkt een wandelvierdaagse wel. Dan ben je niet door een wandelvierdaagse. Wat was lekker? Wat was lekker? Oh, niet gezien. Even op de beelden terugkijken dan. Maar dit is prima, hè? Je volgt gewoon het rode fietspad en je komt vanzelf in dingen uit, in hoe heet het, La Albier. Over 400 meter ga bij de rotonde rechtdoor om op de CV753 te blijven. Ja. Over 400 meter slaat rechtsaf. Keer om bij Cami de la Cantera en sla linksaf. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Vanuit Albier. Ja, Alfa Zepi. Ja, ook, het is een beetje. We staan hier zo bij zo'n monument, zo'n anker zeg maar. En aan de ene kant staat Alfa Zepi en op het bord staat Playa Albier. Dus, ja. Ja. Nou ja, goed. Even stof voor een bakje. Ja. We hebben net de beelden al gezien dat we door Benidorm fietsen. En, nou, dat is echt perfect aangelegd. Soms is het even zoeken, want het stopt de fietspad gewoon. Ja, en dan is even. Het, nou, zoek het maar uit. Ja. Maar prima. We zijn onze helmen vergeten. Onderweg bedachten we het opeens. Ja. Maar gelukkig hoef je een klein stukje maar even buiten. Een klein stukje buiten de buitenkom. Maar we hebben ook bijna niet, alleen de mensen op steps hadden helm op en fietsers ja. Helemaal niet, hè? Nee, bijna niet. Veel, ja. Wat ook leuk is, we zien hier die berg en dan zagen we toevallig. Ik zit even te kijken of ik hem kan draaien, maar ik heb geen idee. Ja. Nee, ja. Deze berg. Ja. En daarachter zit een vuurtoren. Ja, klopt. Daar zijn we eergisteren op geklommen. Eergisteren hebben we daarheen gewandeld. En daar zie je ook, als je daarvoor kijkt in zee, die netten. Wat jij meldde. Ja, daar zo. Even kijken, daar. Maar dat kun je vandaan niet zien, denk ik. Ja, dan herkenden we het eigenlijk. Van, oh ja, dat is die berg waar ook aan de andere kant het park zit.
Ja. Met de vuurtoren. Nou, we gaan nog een bakje even opdrinken en dan fietsen we zo meteen door naar gezondheid. Ja. Ik heb weer een nieuwziekte vandaag. Ja, hoor. Niet de eerste keer, hè? Hoi kort, het is ook slecht weer hier. Huh? Nou, we hebben wel een paar druppeltjes. Je werd er niet nat van onderweg, maar... Gisteravond wel zo geregend. Ja, eindelijk hier. Het heeft een uurtje geregend, denk ik, met elkaar. Max. Max, nou ja. Dan zo door naar Altea, naar de markt. En daar even de boulevard ook bekijken, waar we nog niet geweest. Nee, en misschien nog wel even de oude stad in fietsen. We zien wel. We hebben de tijd, want jullie zouden denken, waar is Saartje? Maar Saartje is bij haar goede vriendin, Andrea... haar vriendje Erik, het tekkeltje. En Andrea wilde graag vandaag met Saartje naar het strand, naar de hondenstrand. Hondenstrand. En helemaal geweldig, want ze is eigenlijk tweede moeder. Hè? Tweede huis voor Saartje, want ze is helemaal gefixeerd op Andrea. Echt. Helemaal gek van Andrea. Dat is morgens uit de camper, is wat ze doet, is wachten tot Andrea komt. Bijzonder. Ja. Nou, Andrea zei van, take your time. Ja. Dus ze had geen haast dat we terug hoefden te komen. Dus, precies. Nou, lang genoeg geluld. Ja. Kijk, daar is zonnetje weer. Heerlijk. Daar. Ja hoor, ik heb weer wat gescoord. Ja, eerst een tasje. Eerst een tasje. Nou, en nou een mooie korte broek. Ja, inderdaad. Maar dat is wel een goed teken dat we die hebben gescoord. Ja. Ik moest een nieuwe spijkerkorte broek, want die ik mee had, daar verzoop ik in. Ja, dus dan mag je nieuwe, hè? Ja. Dus. Moet je nog een riem kopen? Ja. Kijk eens wat we hier hebben. Dat zijn maar een riem, schat. Ja. Het is vast ook een vrouwenriem. Kijk, daar wordt hij echt leer. Wat een gigantische markt hier in Altea. Nee? Nee. Oké. Niet mooi. Niet mooi? Oké. Nou, op naar de volgende. Je hoorde. Het regent het. Echt? Ja, dan blijf ik hier onder, hè? Ja. Nou, een beetje regen. Hier, nog meer tasjes. Ja, nog genoeg tasjes. Ik zal even kijken, want straks zie ik een nog leuker tasje, hè? Ik heb net thuis ontast en nu... Ja, tijd voor nieuwe. Nou, ik vind dat wel een goede regeling. Tas eruit, nieuwe tas erin. Heb ik al gedaan, thuis. Ga ik de goede kant op? Ja, joh. We zijn even op camping Tablans. Even kijken of hier eventueel hoe het er hier uitziet. En misschien voor in de toekomst eventueel een plekje. Ja, wat?
2. Alleen nu nog plekken zat, ja. Dat is ook echt een camperplaats, maar het is wel een beetje alles met je, alles door elkaar, hè? Wel leuk. Rechts, naar rechts. Even kijken. Ja. Kijk uit voor je. Caravans ook. Ja. Maar het doet niet heel massaal aan. Nee. Het is niet echt vol met je mutje. Nee, het zijn niet allemaal. Niet allemaal jaarpunt. Je kan overal water laden zolang je zo lang zat. Maar ja. Ja, heel veel Nederlanders ook. Ja. Die zijn er net aan het opbouwen allemaal. Zie je dat? Kijk, we gaan hier net en allemaal de lucht in. Ja, dat is het enige nadeel. Dat je dan geen zon hebt of je moet plekken kiezen. Nou ja, goed. En weet je, dan kies je van stroom, maar voor in de winter zullen ze dit weghalen. Hier heb je al je toiletvoorzieningen en zo. Even je toilet, kun je lozen, afwassen. Hier zitten de autocaravanas. Even kijken. Oh ja. Oh zo. Ja. Ja. Oh, moet je hier logen, niet in die put hier. Ja. Vraag me af of je hier in de winter terecht kan. Het is nu al druk. Links? Rechts. Links komen we vandaan. Ja. Zo, is ik net binnen. Nou, hier in Benidorm hebben we ook gewoon een action. Dan mooi even wat spulletjes halen hier. Zeker? Ja. Sinds vorig jaar geopend? Nee, dit jaar net open. Ja, nadat wij weggingen. En ik zag in Alicante was er ook een. Oh. Nou, ja. Volgens mij is dit hetzelfde als binnen. Ja, ja, dat hè. Inventaris is hetzelfde. Oh, lekker cool hier. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Ja, het assortiment is wel hetzelfde hier. Hè? Ja, zeker. Ik heb nog beelden gezien van de visite toen het open ging hier. Dat oh ja. Was echt een run. Ja. Hij is al mooi groot. Oh kijk, hier hebben ze die dingen. Voor onder de... Nee, dus. Dat is pakpapier. Oh. Wil je nog melkbekers hebben? Nee. Zullen we erbij? Maar je hebt weer wat gevonden. Maar ik heb ook wat gevonden. Voor mijn bordel. Ja, nog een glas voor mijn bordel. Het lukt wel, denk ik, of niet? Een tuitje aan. Een keer van bovenaf. Ja? Staan we dan onder het poortje van de Action in Spanje in de Kottenbrug en dat barst hier lekker los. De hele berg is bijna niet meer te zien. Het was
gelopen, zei je. Ah, dat doet het ook. Alleen het duurt nog langer. Het waait wel over, ja. Ja, dat zei ik inderdaad. Blijf op bij de berg. Ja, dat had ik een stille hoop. Dat doet het de hele week al namelijk. Maar... ah, het is zo weer droog. Hey, hallo. Je raadt nooit waar wij net geweest zijn. De Action in Spanje. In Finistrat. En die hebben dus ook hier een intrede gedaan. Ik dacht al die kanten dat er ook nog eentje zat, maar... En daar kwam ook het leukste tegen. Dit pompje. Luchtpomp. 8 volt. Met een batterijcapaciteit van 2000 mAh. En een maximale druk van 150 psi. En het komt overeen met 10,5 bar. Dat zou betekenen dat de camperbanden, in ons geval 5,5 bar, zou die gewoon vol moeten pompen. Dat ga ik uitproberen. Dit is het pompje. Ik weet niet of je de ledjes kan zien, maar hiermee kun je hem instellen van, nou ja goed, ik wil hem op 5,5 bar of op 4 bar of nou ja, naar gelang je wilt. En je kunt eerst een test doen. Deze zit er normaal gesproken los bij. Zet je erop. In dit geval kan hij rechtstreeks op de, bij ons op de fiets of op de autovelg. Op het ventiel van de band. En dan kun je hem eerst testen. Hoeveel bar dat erin zit. En dan kun je hem instellen. Ik wil hem naar 5,5 of naar 8 bar. Ik denk zelf niet dat hij dat gaat halen. Maar goed, dan gaan we uittesten. Er zit zelfs voor in de nacht nog een lampje op. En we krijgen er allemaal bij. Dit slangetje. En er zitten nog verschillende... oh, daar zitten nog ringetjes in zelfs. Ja. Oh ja, een verloopje naar een reguliere fietsventiel. Voor je bal. En voor... ja... je zwembadje en dat soort dingen, luchtbedden. Dat zit er allemaal bij. Handig opberghoesje zit erbij. Wat kan hij eigenlijk allemaal? Er zit een ledlampje op. Er zitten 4 adapters, die heb ik net laten zien. Een LCD-displaytje waar je dus alles af kan lezen. En een USB-kabeltje om hem op te laden. Nou, that's it. Hij is nog niet helemaal opgeladen. Ik laat hem eerst even op. Totdat hij vol is. En dan gaan we dat eens uittesten. Ik ben wel nieuwsgierig hoe dat werkt. Als je hier dit knopje indrukt. Een paar seconden. Dan kun je ook nog de gewenste vuleenheid selecteren. Je kan naar bar. Je kan naar PSI. Je kan naar KPA. En je kan naar... kilogram per kubieke centimeter. Nou, in ons geval en ik denk in ieders geval in Nederland wordt meestal bar gebruikt en KPA. Wij gebruiken aan boord heel veel KPA. Dus ik heb hem in dit geval ingesteld op bar. En wat zei jij nou, Jut? Het lijkt wel op een walkie-talkie. Ja, het is niet veel groter. Nee. Het is, dit is mijn hand. En ik ben erg nieuwsgierig wat hij gaat doen. Als dit functioneert, dan heb je altijd je eigen luchtcompressor bij je. Fantastisch. Tot 10,5 bar ook nog. De meeste gaan maar tot een barretje of 3-4. En ja, erg nieuwsgierig. En oh ja, het geluid. Die is wel heftig. Ja, dat moet je niet doen als iedereen nog slaapt. Nee. En oh ja, de gebruiksaanwijzing is ook in het Nederlands. Meteen op de eerste pagina's staat alles gewoon op. Je wordt verwezen naar... ja, ik wou wat zeggen, dat weet je, hè? Mannen en gebruiksaanwijzing. Ik lees altijd de gebruiksaanwijzing. Dat heb ik bij jou ook gedaan. En dat heeft geresulteerd dat we al 10 jaar bij elkaar zijn. En vandaag 5 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd met mij. En ik met jou. Maar het ja, je pakt alleen een gebruiksaanwijzing. Ja, als het niet meer lukt, dan pak ik de gebruiksaanwijzing. Maar dan zijn we meestal wel een paar dagen verder. Maar wie niet? Tot zover de inbreng van Judith. We gaan eerst eens even beginnen bij de fiets. Hij is vol. Die geeft aan dat ik tussen de 3,5 en de 5, nee, tussen de 2,5 en de 4,5. En ik heb begrepen van de fietsenmaker dat hij hem altijd op 4 zet. Dus we gaan eens even proberen. Of hij dat doet. Dus deze kan ik er rechtstreeks op aansluiten. Er zit geen adaptertje of geen adapter tussen. Ik moet wel even snel zijn, want hij blaast natuurlijk meteen de lucht weg. En dan kan ik hem eerst testen, heb ik begrepen. Als je hem daar kort... Hij zit op 3,3 bar. Dus ik ga hem eens even aanzetten. Ik heb hem op 4 bar ingesteld. Ja. Hij loopt heel snel op. 2,5. Want hij zat op 2,2 bar. Ik ben nu al op 3 bar. Nou, ik heb hem op 3,7 bar, laat ik hem maar even. Ik vind 4 bar wel erg veel. Het werkt echt super. Ik ben echt verbaasd. Want ik heb ze net al even op de camperband. Maar die stonden allemaal op druk op 5,7. En hij pompt hem zo naar de... Ik had hem even een tiende hoger. En hij pompt hem zo naar de 5,8. Ik ben echt wel onder de indruk. Nou, gaan de rest ook eens even doen. En wat kost dat ding nou eigenlijk? Ik zag hem bij de Action, ik heb het even opgezocht, in Nederland kost hij €28,95. Als je hem bestelt komen er nog 5 euro verzendkosten overheen. Bij bol.com kost hij €37,99. En dan houdt het wel een beetje op. Wij hebben hem ook bij de Action via die straat gekocht. €18,99. Dus... In vergelijking tot bol.com scheelt er bijna 2 tientjes. Ook erg veel geld. Voor hetzelfde pompje, hetzelfde merk. Zelfs in Nederland scheelt het 1 tientje. Nou, doe er je voordeel bij mocht je in Spanje zijn. Hey jongens, leuk dat jullie weer keken. Bedankt daarvoor. En als je nog geen abonnee bent, druk even op dat knopje. Het is gratis. En een duimpje als je het leuk vond. Ja. En daarnaast hebben we ook dat belletje nog. Ja, als je die dan ook nog indrukt, zijn wij helemaal blij. Tot volgende week. Doei.